En in het kader van streekomroep start bij de Prins Toes zijn we nu aanbeland in Lummerig bij vastelavondsvereniging De Dalen. Bij de Prins, stel je eens even voor. Ik ben Davy Vinkler. Ik ben zaterdag goed geroepen als Prins van De Dalen. Wie jouw beste? Ik ben 25 jaar. En wie lang wisten al dat ze prins niet gingen? Ze hebben me gevraagd op het laatste Bonshottenfeest in Oosberg, op 6 september. Dat koste nog van zwiegen? Nou, het is lang zwiegen, maar het is te doen. Het is de schoner is het dan dat 9 januari kort de beacon, of nee? Dat is zeker schoner, maar de spanningen die lopen toch wel steeds meer op. Als ze geen prins bent, wat bent ze dan? Wat deze? Ja, dan doe je toch heel goed met mijn vastelavond. Ieder jaar opnieuw. Nou, verklein ze van met. Gewoon om het optocht met verklein ze van. En dat is me met de paplepel ingegeven. Dus ze hebben ze eigenlijk al jaren met de best wel worstelen bij de vereniging? Nee, met de pap wel. Ja, ik heb iets opgevangen van zoveel generaties prins. Dat is bij de jeugdprins en de jeugdprinses. Dus, die komen dadelijk ook, daar gaan we daar dadelijk ook over vragen. Maar ik bedoel, in een privéleven, hoe werk ze? Ik werk bij Schilderbrief Heethuizen. En daar werk ik nu een jaar of vijf, vijf jaar. En de beste prinsen eigenlijk hier? Ja, het komt voor mij, de vraag komt als een verrassing. Dat moet je eerlijk zeggen. Maar ik heb geen minuut getwijfeld, nog een seconde getwijfeld om te zeggen van... Eigenlijk dezelfde dag al gehad wordt. Ja, direct nou. 5 seconden en nou. Ja, dan heb ze dan echt vaste lovers. Hart of hert? Hart. Hart. Dan heb ze een vaste lovers hart. Die programma, wie ziet u goed? Heel druk in ieder geval. Veel recepties. Zaterdag de receptie van onszelf. Je wordt echt weet, zondag 5 recepties. En dan dat lukt wie in een trein, denk ik. Want ik durf het programma zo niet op de kop te zeggen. Maar het is wel heel druk en heel kort. Weer van de start van de oproep wensen ik een hele schone vaste avond. Is er nog wat ze kwijt wil? Ik wil niks kwijt. Ik wil iedereen een hele schone vaste avond wensen. En voor alle prinsen, alle jeugdprinsessen, doe ik best. En voor mij er gewoon een geweldig seizoen van.